Water tentoonstelling voor de kunstverzameling. Ik heb een tekening gekozen van Dirk Langerdijk. We zijn in een legertent en we zien een aantal soldaten die helemaal losgaan. Er danst iemand op tafel terwijl die viool speelt. Er zijn mensen aan het vechten. Er is een vrouw die bier tapt terwijl ze een trap onder de kont krijgt van een andere soldaat. En hier rechts in de hoek, daar gebeurt het eigenlijk. Dat zien we nu niet, want er zit een gordijn overheen. Maar als we die oplichten, dan wordt het geheim onthuld. En nu waar het om gaat, wat het echt bijzonder maakt, en dat zie je niet zo vaak, is dat er dus een los stukje papier rechts op de tekening is geplakt, vermomd als gordijn. En daarachter zit de geheime scène verborgen, een bordeelvoorstelling van een soldaat die zijn broek uittrekt en een vrouw die haar rok omhoog doet. Ik kwam voor het eerst hier in het museum, ik denk alweer zo'n 20 jaar geleden, toen ik nog kunstenaar was en op de kunstacademie zat. En met een vriend het museum ging bezoeken en eigenlijk heel erg verrast was door wat zich allemaal achter de deuren van het museum bevond. Nou ja, wat je echt moet zien als je in Tijlers Museum bent, en dat gaat natuurlijk eigenlijk vanzelf, is gewoon die verschillende ruimtes en de verschillende tijdlagen waar je eigenlijk doorheen loopt. Je loopt door een soort tijdmachine van de 18e eeuw tot nu. En als ik er zelf bij ben, dan zorg ik natuurlijk wel dat ze op een paar verborgen plekken kunnen kijken. Waar je normaal niet kunt komen, net zoals ik nu het gordijntje van deze tekening oplicht. En dan is het eigenlijk heel grappig. Ik moet er tenminste wel een beetje om lachen.